schade aan de brug. Voor het eerst, het werd een keer tijdelijk eigenlijk dat... Jongens, ik kom echt net onder de douche uit. Ik heb me aan. Hey, ik ben de winnaar. Hey. Let op jongens, daar kom ik. Dames en meiden, nog 13 dagen of 15 dagen ongeveer tot de verbouwing gaat beginnen. Sorry jongens. Ik zal jullie niet elke dag lastig gaan vallen met het aftellen tot de verbouwing komt. Jullie weten alleen dat ik super hyped ervoor ben. En dat ik wel in mijn hoofd heel erg aan het aftellen ben. Een hele goede morgen dus jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het is vandaag een nieuwe dag. En het was gisteren jammer genoeg de laatste dag dat het lekker weer was in Nederland. En dat is gelijk zo te zien ook. Goeiedag zeg, wat is dit? Hallo, is net zo wit als mijn badjas. Potverdorie. Je ziet het hier ook zo erg aan alle bomen in de tuin. Kijk eens, overal, alle planten, alle bladeren vallen eraf hier. Deze worden lelijk. Oh, wat zonde allemaal. Maar deze boom is dus helemaal geel aan het worden. Kijk, alle blaadjes worden geel hier zo. Ik denk dat het aardig wat harkwerk wordt om dit allemaal weg te halen. De wind zal ook een groot stuk doen, maar ik denk dat ik ook zeker wel even een hark erbij mag pakken voor mijn tuin. Kijk, hier ook al die mooie waterlelies zijn allemaal aan het verrimpelen, allemaal weg aan het vallen. Echt zonde. Maar ik ben dus inderdaad heel erg benieuwd hoe dat de komende dagen allemaal gaat ontwikkelen. Want het is dus de allereerste herfst die ik hier meemaak. Ik woon nog geen jaar in dit huis. Sinds maart ben ik hier komen wonen. Dus de herfst heb ik nog helemaal niet meegemaakt. Kijk eens wie hier loopt. Hebben jullie gezien hoe mooi die groene veer van Yoda is? Die achterste. Kijk eens. Ja, loop maar weg, hè. Loop maar weg. Joh, je filmen. Wij hadden een belofte gemaakt. Hey. Dus, ja. Doe die bordjes maar uit. 3, 2, 1. Hoppa! Ja, aangezien we in het ijsbad geweest zijn, jongens, gaan wij nu proberen om gewoon lekker rustig de vijver in te lopen deze ochtend. Zonder al te veel stress, hè? Zonder dat we... Ja. Jij hebt het nog nooit in de ochtend gedaan, volgens mij. Hé. Hey. Nee? Volgens mij niet. Nee, volgens mij ook niet. Nee. Oké, ga je gang, Jade. Je kan dit. Oké, hou je ademhaling in de gaten, oké? Let ik op. Ik hou me even vast, want ik zie mezelf openbreken. Nee, je kan dit. Kom op. Let's go. Kijk, het is wel inderdaad glad. Ja? Kijk, zonder ademhaling. Of met ademhaling bedoel ik, maar zonder schokken en stoten. Nu nog één treden. Dat durf ik dus niet. Jawel, ga. Nee, maar dan komt het echt niet. Dat kan jij. Waar is de fucking grond? Ja! Lekker bezig. En nu rustig ademhalen en niet denken aan de kou. Zo, het is lekker warm. Ja, hoe is het? Lekker met zo'n warm windje. Ik moet natuurlijk nu ook even stoer erin gaan. Ja. Oké, het is ademhaling, hè? Dus dat is echt gewoon de basis van kou. Hey, dit gaat gewoon hartstikke goed. Ik ben echt aan het schaatsen. We zijn dit gewoon hartstikke goed aan het doen. Ja, hè? Heerlijk. We doen dit ook echt op de meest bewolkte dag van de week. Lekker. Maar joh, ik moet zeggen, hey, dit is gewoon eigenlijk echt warm vergeleken met het ijsbad. Ja. Ik vind het zo leuk, ik zo ook insta vind. Oh, het is helemaal niet heel verschrikkelijk koud nu. Ja, maar kijk tot hoe ver ik sta en kijk tot hoe ver jij staat. Ja, oké, ik sta tot hier. Kijk, en nu mogen we ineens wel dichtbij komen, hè. Als ze eten, weet je, die over ze helemaal tekeer gaan. Oh, lilootje. Ze trippen zo hard op dat eten de hele tijd. Kijk, hoe mooi zijn. Ja, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Ja, maar dan ga ik op mijn bek. Het gaat geweldig. Hey. Helemaal top. Ik heb wel echt het gevoel alsof ik het gewoon beter kan uithouden nu na dat ijsbad. Ja. Ik heb het nog nooit gedaan. Het ijsbad was dus 4 graden. We weten nog steeds niet hoe warm dit bad nou ongeveer is. Ik denk dat dit wel iets gewoon van 15, 16 graden is. Dus het scheelt ook wel heel veel. We moeten nog steeds een temperatuurmeter voor dit ding halen eigenlijk. We gaan natuurlijk niet voor het halve werk. Dus we gaan even plonsen neer. Komt ie. Ja, let's go. In één keer. Ja? Hey! Kijk die ene kijken. Schrikken ze dood gelijk. Wow. Zo, hele... Het golft gelijk helemaal, joh. Het golfslagbad is begonnen. Ja, allemaal zieke golven gelijk daar zo, joh. Niet normaal. Wow, joh. Helemaal in shock zijn ze. Ze zaten net lekker te chillen, nu zijn ze allemaal recht overeind. Ze staan ook echt zo. Yo, het is oké, hoor. Hallo? Ben je verstijfd? Sinds wanneer kan ik jou zo dichtbij filmen? Wat? Nee, Lilo niet. Heerlijk begin van de dag zo, jongens. Helemaal top. Wat leuk is, jongens, trouwens vandaag, wat ik ook al heel lang wil. Gorge, of... Ja, ik blijf gewoon de vader van Jade zeggen. Je mag het doen. Ik blijf het gewoon zeggen, het klinkt echt veel beter of zo. Ik weet niet, man. Ik kan... Ah, oh, schattenpoesje. De vader van Jade, die komt vandaag een vuurkolf brengen. Dus dat is wel leuk. Dan kunnen we ook echt s'avonds gewoon een lekker sfeertje creëren natuurlijk. Ook misschien nog met de barbecue. Gooien we er wat hout in en dan hebben we een leuk vuurtje hier zo voor in de tuin. Echt zo'n mooie
mooie hoge, dus dan komt het er echt boven snel uit. Ja, ik ben echt benieuwd. Wij zijn trouwens heel erg benieuwd ook wat onze eenden in de winter gaan doen. Aangezien, oh kijk eens, zij zijn helemaal mooi aan het uitstrekken. Maar als het hier natuurlijk helemaal ijskoud wordt in de tuin, dan ben ik heel erg benieuwd wat ze gaan doen. De man waarvan we ze vandaan hadden, die heeft gezegd dus dat ze samen met een hele groep allemaal wegtrekken naar een warm holletje of weet ik veel wat. En dat ze daar dan de hele winter blijven zitten. Dus je ziet ze waarschijnlijk na een paar maanden niet. En dan ineens komen ze weer tevoorschijn. Dus dat wordt best wel spannend. Want misschien komen ze gewoon daarna dus ook nooit meer terug. Maar ja, je weet het nooit natuurlijk. Het zijn wilde dieren. Dus eigenlijk alles wat we met ze gaan meemaken wordt gewoon een verrassing voor ons. Oh, jongens. Ik kom echt net onder de douche uit. Ik heb me aangekleed. Ik heb mijn broek aangedaan, schoenen aangedaan. Mama is er. Hé, hey, hey. Kijk. Kijk dan. We hebben die Emma open laten staan met al het voer. Dus nu zitten ze alles gewoon helemaal leeg te chappen hier zo. Maar er zit super veel eten in die emmer. Oh mijn god. Dat kan echt niet. Nee. Dat kan echt niet. Oh, ik hoor gelijk gekwaak. Jongens, de deksel. Nee, kijk eens even. Oh, jullie dikke eenden. Dikke, dikke eenden. Niet doen, hè? Niet doen. Zo, even douchen, gelijk in de stress. Nou, de rest wat hier ligt mogen jullie wel eten. Doe dat maar lekker. Het is tijd voor mij om... Goedemorgen. Hé, hey, maar dit is niet eerlijk, hè? Zeg maar, ik moet naar de kapper. Kijk even hoe jij eruit ziet. Hé, hey, snappen jullie dat ik zo'n knappe vriendin heb? Ik snap het ook niet. Ik snap het ook niet. Nee. Waarschijnlijk is mijn bankrekening. Oh. Nee. Oh. Goedemorgen, goeie smorgens. Ja, ik wil eens mee naar de kapper. Maar, je vader komt je verhuur of zo brengen. Ja. Ja. Wat moet ik doen? Ja, dan blijf je hier. Maar dat vind ik zielig, want je vroeg of ik meeging. Ja, maakt niet uit. Ja, want mijn haar moet echt geknipt worden. Het is echt veel te lang. Kijk eventjes. Wacht, laat het matje eens zien. Ja, het is echt niet normaal. Kijk even het matje wat ik heb in mijn nek heb liggen hier. Dit kan echt niet. Nee, het is echt... Ik kan gewoon bijna mijn voeten vegen hier. En ik moet me scheren, alles. Dus tijd om naar de kapper te gaan. Dat is echt even nodig. We hebben blijkbaar twee stokbroden al vet lang hier in de keuken liggen. Oké, kijken welke eerder breekt, ja? Komt die 3, 2. Oh! Ik wilde nog zeggen, straks vliegt hij tegen mij aan, maar... Ik had het nog dicht gedaan. Ja, dat leek het geweest als die kant op de vloer was. Nou, dat vind ik niet. Oh. Hey, maar deze breekt gewoon niet. Nee. Lekker. Ja. Net als Eitje Tik, kijk wie de winnaar is. Ja, nou, hey, ik ben de winnaar. Nee. Oh, stop joh. Ah, hij is nog niet kapot, zie je? Ik maak het thuis toch niet schoon. Of naar de kapper. Nou, wat gezellig. Ze gaat toch mee. Hey. Blijkbaar is het 2,5 uur rijden. Normaal gesproken is het een uurtje, maar 2,5 uur rijden van Jade naar huis, of tenminste van de vader. Nee, zelfs vanaf Amsterdam, daar is hij al. Van 2,5 uur naar mij toe. Dat is echt heel lang. Geen idee wat er gebeurd is. Ja, waarschijnlijk. Het staat ook echt helemaal vast. Dus waarschijnlijk als het eenmaal rijdt, dan een van de zal die ongeluk. Tijd ook alweer afnemen. Maar ik ben nu inderdaad ook wel heel benieuwd wat er is gebeurd. Ja, we moeten weer eens het pontje pakken. Dat is lang geleden. Ik ga dus ook weer blonde plukjes waarschijnlijk in mijn haar doen als mijn vader daar tijd voor heeft. Want daar ben jij helemaal fan van. Ja. Ik vind dat gewoon leuker. Vind je dat zelf niet leuker? Ja, jawel. Ik zit in de stoel. Ja, sorry kapper. Ik moet heel even vloggen. Ik moet even mijn werk doen. Ja, wat is het voor werk? Ja, sorry. Ik heb nog nooit iemand met een camera meegemaakt hier. Zo. Nee, niet? Nee. Oh, jongens, kijk eens even. Ik zit lekker. Ja, dat zit mij toe te kijken. Hè? Jij zit mijn vader te beoordelen. Je schouder liggen. Ja. Jij zit mijn vader te beoordelen hoe hij het doet. Nee, wil je een stukje doen? Ik vind het... Nee. Wil je een stukje doen? Ik ben hem heel bang. Hoezo? Het is maar tot deze, dat kan wel. Nee, ik kijk liever gewoon hoe het goed gedaan wordt. Oké, gelukkig. Ja, kijk even wat er gelijk nu al even allemaal van me afkomt. Al die haren, het was echt... Het zag er niet uit de laatste volgende gewoon. Maar ja, mijn kapper die heeft nooit tijd voor mij. Het is echt verschrikkelijk. Nee, druk leven, hè? Dubbele baan. Ja, heb je zo'n druk leven? Drie dubbele baan, hoor. Jongens, aanschouw mijn nieuwe look. Check eens even hoe mooi. Het gaat nu even blondeer spul in, dan ziet het er straks wat beter uit. Ik hoop het. Ja, misschien wel niet. Ik doe het ook wel voor de eerste keer, dus ik zou het echt niet weten. Ja, dat wordt de thumbnail. We zitten weer in de auto. Hey Blondina! Zijn we nu team blond? Let op jongens, daar kom ik. Hey! Zo, het is weer even wennen. Even blond. Ik ben zo blij weer. Hoezo? Jij vindt blond echt veel leuker dan mij, Lekker zo, dit en dan weer...
Ja. Maar mijn kapper is echt de beste kapper van de wereld. Hè? Dik shout-out naar Picobello. Ja, jongens, het is wel nog even natuurlijk een beetje model gedaan worden zo, maar top. Toch? Ben je nu weer verliefd? Ja. Dus het is niet alleen maar bankrekening nu. Nee, oh, ja, je haar ziet er ook wel leuk uit. Maar ja, natuurlijk wel iets meer. Wat is nou de echte reden dat jij verliefd op mij bent? Vertel het. Ja. Laten we dat elkaar eens vertellen. Kijk, ik ben dus echt verliefd op jou, omdat ik jouw persoonlijkheid heel leuk vind. Je bent echt heel spontaan en zo. En je bent toch altijd 9 van 10 keer ben je echt vrolijk. En dat vind ik heel leuk aan jou. En je ziet er ook wel lekker uit. Ja, ik vind het gewoon sowieso. Jij hebt gewoon een hele vervelende humor, wat ik gewoon heel grappig vind. Ja. En je bent zo lekker gek en jezelf. Misschien zeg maar, je bent zelfs nog gekker in het echt dan in je vlog, zeg maar anders gek. Hé, hey, kan je dat even niet in de auto doen? Dit is dus oude mannen. Oude mannen haarspray, blijkbaar. Hoezo? Dat oude werd mannen. Gezegd? Er staat net nergens oude mannen. Dat zeiden ze binnen. Nou, Pik, je hoeft me niet te vergassen hier. Maar dat dus. Oké. Okay. Wat fijn om te horen. Ik ben echt gelukkig nu, hè? Ja? Nou, mooi. Wat een knipbeurt met je kan doen, jongens. Hey, nou, nogmaals een dikke shout-out naar Picobello daar. Ja, ze doen daar wel echt Picobello. Wij zijn dus weer lekker thuis. Jorge, ik heb dus besloten om toch de hele tijd de vader van jou te blijven zeggen. Nee, is het goed? Nee, oké. Okay. Het klinkt toch lekker, dus zoals ik al zei, jongens. Kijk eens aan, er is hier een hele mooie vuurkof meegenomen. Deze stond eigenlijk bij jou in de tuin, maar nu komt hij bij ons. Dus dat is hartstikke mooi. En hij is helemaal zwart gespoten, een beetje anthraciet, zodat hij ook mooi bij het huis past. En deze heb je net ook nog even gespoten, kijk. Maar ja, hij heeft ook al een beetje hier de tuinzet anders neergezet. Zodat we dus ook, want eigenlijk zitten we nooit 's avonds hier zo. Nee. Maar dat moeten we misschien wel vaker doen. Vooral straks als dat ding erbij komt, is het wel gezellig. Maar zoals jullie misschien altijd in de vlogs ook zien, zitten we bijna altijd daar zo. Dus nu is het wel leuk als we hier ook een beetje gebruik van gaan maken. En dat komt helemaal goed met de vuurkolf. Hey. Zeker. Zeker. Toch wel zwaar? Ja, deze wel. Precies bij jou. Dus als we hem gewoon... Kijk, hartstikke mooi. Beetje draaien. Hoppa. Je hebt natuurlijk niks aan een vuurkolf als je geen hout hebt. Dus we hebben ook mooi hier hout staan, kijk eens. Je gaat het even een beetje mooi decoreren, kijk. Nog eens wat. Ziet het er een beetje goed uit. Ik zei net al tegen Jale, ik denk dat dit wel echt heel gezellig is. Want we hebben het er al heel lang over dat we een vuurkolf willen hebben. Maar dat het wel echt heel gezellig is als het een beetje begint te schemeren. Dat je een beetje begint te chillen. Lekker onderuit gezakt. Dat je hier zo lekker zit met z'n allen. Nou, ja, toch? Vanavond maar wat vrienden uitnodigen. Ja, zullen we dat doen? Laten we even gaan appen, inderdaad. Een tafel zonder stoelen. En let op, kijk eens even wat voor de plek staat. Hey, zwarte stoelen. Nou, hey, we hebben nieuwe stoelen. Wat mooi, hè? Ik vind deze stoelen niet, maar ik vind zwarte stoelen wel mooi. Ja, hè? Het is wel mooi. Nee, jongens, die gele zijn dus opgehaald, omdat er was eentje van kapot. Hebben jullie misschien wel een keer voorbij zien komen in de vlog. Dus die worden allemaal even gefixt, allemaal gerepareerd, zodat ze dus niet kapot gaan. Want wij konden daar dus niks aan doen. Maar hey... Dit zijn dus even tijdelijke stoelen. Het ziet er inderdaad niet slecht uit zo hoor, dat zwart. Ja, het heeft eigenlijk wel wat. Kijk eens wie daar binnen is gekomen! Hey, hallo! En een schoonmaakster en een kok. Weet je wat raar is? Ja. Mijn moeder zegt, oh wat zie ik er verschrikkelijk uit. Maar hoezo moet jij er goed uitzien voor mijn vrienden? Ja, ik wil toch niet als een debiel of zo erbij staan. Maar... Ik denk dat je er hartstikke goed uitziet, Louise. Hey, niet zo flirten met me. Ja, ik vind het ook een beetje gek worden. Maar wat is dat de reden? Waarom moet je er zo goed uitzien voor mijn vrienden? Nee. Net ook al met de vader van Jade, was ook ja, oh, maar... Die ziet me echt op mijn voordelen van mijn krok zo. Lekker leuk. Nee, oké. Er is net wat gebeurd. Oepsie. Ik blur even het kenteken van deze auto. Ik ga ook niet zeggen wie of wat het was. Maar er is schade aan de brug. Voor het eerst, het werd een keer tijd ook eigenlijk dat het ging gebeuren. Ja, kijk, dat is de schade. Nou, het valt wel mee trouwens. Dit is echt helemaal niks, er staat echt niks voor. Tenminste, ik weet niet, zijn er nog meer plekken? Nou, misschien is dit een beetje... Nee, dat was zo. Het valt mee, hè, voor de rest. Het valt mee. Er gebeurde net dus dit, toen iemand van het terrein wegreed. Ik ga het even laten zien. Er komt nu een filmpje in beeld. Ik blur nogmaals het kenteken voor de privacy. Maar gelukkig is mij dit nog nooit overkomen. Het werd, wat ik al zei, een keer... Tijd dat het eigenlijk een keer bij iemand ging gebeuren, omdat die brug natuurlijk zo gammel is. Het is echt een heel smal ding. Oeh, kijk trouwens. Oei. Oei.
Hey, ik weet niet of dat er was, man. Nee. Maar jij bent er ook nog overheen gekomen met de auto, dus in principe gaat het goed. Ja, maar hier is er helemaal niks mis mee. Ja, maar was dit al? Zat hij al zo los? Nou, het lijkt me niet. Het lijkt mij ook niet, nee. Maar het is niet dat deze brug ineens nu gaat neerstorten. Nee, oké. Kijk, nee, want dit zit wel vast hier. Hij heeft hem hier. Hoi. Ja, het is maar een klein stukje. Maar... Oh. Ja. Check trouwens ook even hoe gammel dit ook erbij staat. Oh, maar dit is echt allemaal al sinds het begin, jongens. Dus ja. Het lijkt wel alsof het standaard hier in huis wordt dat we elke avond gaan barbecuen. Ik zou je vast vertellen, de volgende keer wordt er gewoon een factuurtje gestuurd. Ja? Ben je een beetje klaar mee. Ja, hier staat elke keer de barbecue. Het is ook niet eens lekker weer. Nee, kijk even, jongens. Het is ook echt kut weer. We stonden bij de slager, we waren vlees aan het halen en het begon eens keihard te plensen. Ze keken ons echt aan van... Weet je het zeker dat je het vlees mee wilt nemen? Maar ja, hè, weet je, we hebben dus apart vlees meegenomen. En dat is dus dit hier. Dat zijn burgers. En deze burgers die smaken dus naar bier. Leffe bier. Dat is een speciaal biertje volgens mij. Ja. Dus ik ben wel benieuwd of het ook echt zo is. Ja, want... Er zit er volgens mij gewoon doorheen gedaan. Ja, er zit er gewoon bier doorheen. Ja. Door de burger heen. Ja. Oké, maar je werd gezegd dat ik moet filmen en naar buiten moet komen. Dus, wat is er? Het begint gewoon letterlijk nu te regenen. Dus we moeten nu even de parasol uitklappen. Hier, het begint. Ja, dat zie je waarschijnlijk op camera, want het miezer. Dus we moeten nu even dat ding uitklappen. Hé, hey, lekker barbecue weer! Yay, leuk! Hartstikke leuk idee. Even mijn ding rechtleggen. Welk ding? Een kleine dingetje? Ja, die ja. Kan je die rechtleggen? Kijk, dit is dus Gio teamwork en dan doet hij precies niks. Ik moest het toch even aan de kant zetten? Ja, doe dat dan ook. Ik vind het heel leuk om dit te zien. Misschien moet je hem eerst omhoog doen. Anders kan hij niet uit. Die hendel. Nee, je moet hem met de... Ja man, die parasol gaat automatisch omhoog. Ja, en dan kan hij nu uit. Oh, kijk uit voor de barbecue. Ja, kom maar. Ja? Ja, kom maar. Zit alleen met een paal hier. Oeh, ik krijg een beetje stress hiervan. Ja, ik ook. Dus ik... Ja, heerlijk barbecue weer. Oké, zet deze nu gewoon meer deze kant op? Nou, perfect. Nou. Oh, wat een chaos. Maar we kunnen wel lekker barbecuen onder een parasol. Hey. Ik moet zeggen, het ziet er wel gezellig uit zo. Lekker barbecuen onder een parasol. Hè? Nee, je is aan het barbecuen. Nee, oké. Okay. Ik zeg dat jij er gezellig uitziet. Kijk even, joh. Oh, het begint echt te plensen nu. Oei. Zo, het is maar goed dat we dit ding neergezet hebben. Mijn moeder blijft ook gewoon zitten. Mijn moeder zit ook gewoon daar te chillen, inderdaad. Ja, lekker. Nou, Jezus tegen mij. Hey, lekker hè? Zo. Ja, leuk idee barbecue, boys. Ja. Wel erbij? Ik. Volgens mij... Oh, ja. Jij ook. Ja. Is dit nou top of niet om te barbecuen met dit weer? Heerlijk. Eigenlijk perfect. Alleen, die regen maakt het wel een beetje moeilijk. Zeik nat heel de tafel. Ja. Kijk dan. Hier, het is gewoon... Of zo. Ja, dat is misschien beter. Ja. Het is gewoon een spiegel geworden hier. Dit is niet normaal. Maar, het is wel top. Ja, Ricardo, dikke shout-out naar jou elke keer. Er gaat echt een factuurtje komen. Marcel, die kan helemaal vast in administratie meenemen. Oh, dit ziet er lekker uit. Maar jongens, ik moet ook zeggen, zo'n Boretti. Deze stond er al toen ik het huis gekocht had. Dat is echt heel nice eigenlijk dat dit er al bij zat. Maar deze dingen, die zijn wel echt ideaal, moet ik zeggen. Het is echt... Kookt ook wel. Ja, maar het smaakt ook echt top. Het is echt lekker. Dit is goed nieuws. Geen regen meer, geef buienradar aan. Nou. Precies, nu even op de weer-app kijken. 20 graden. Ja, het is wel een lekker temperatuurtje. 21 graden. Daarom. Het is gewoon barbecue weer. Ja, toch? Schrikkend. We hebben een gesprekje aan tafel over 3 jaar terug. Dat ik met deze jongens toen de 1 miljoen abonnees vierde. Ja. Met jullie. En toen kwamen zij binnen. Toen woonde ik nog bij mijn ouders thuis. En er is een filmpje van. En ik zweer, ik denk als die partypopper... Ik ga straks het filmpje jullie laten zien. Maar er werd een partypopper richting mij geschoten. En hij kwam echt gewoon, ik denk hier op mijn ooglid. Misschien net iets te boven. Echt dat dingetje wat eruit knalt. Dat harde karton. Ik denk als hij misschien echt 1 centimeter naar onder was gegeven. En kijk ook even hoe dichtbij we staan. Dus ja. 30 centimeter afstand. Ja. Drieën dat ding hier. Dan hadden we er 1 miljoen gevierd. En ook gelijk dat ik blind was waarschijnlijk. Ja, je ziet het einde van het film dat heel je ogen gelijk rood. Ik heb 2 dagen daarna inderdaad last gehad ofzo. Dat was echt niet normaal. Maar dat was toen het filmpje wat ik nu ga laten zien. We waren allemaal nog jonge jongens. Je ziet Rick is ook nog steeds dik daar. Ja, gewoon een gezichtje, haartjes achter. Leuk dat iedereen gelijk begon te lachen. Ja. Maar het filmpje komt nu even in beeld. Oh, wat is dit?
Gefeliciteerd, jongen. Oh, god. Schroefje pik. Ja, ik zie hem in de tenen, jongen. Zo, ik heb dat ding recht in mijn hoofd. Dat was ook een beetje je bedoeling. Ja. Dat was wel het idee, ja. Dat niet, maar dat is een schok. Kijk, dat komt niet. Ja, ja. Goeie. Zo mooi opgeruimd gelijk. Ja. Maar even gesproken. Ja, man. Oh, jongens. Dit is nou, ineens komt hij aanlopen. Hoi. Heel gek, man. Goed of slecht teken. We hadden het net nog over jou. Want ik zit 2 minuten geleden nog over je gepraat. We hadden het net nog over jou. Over dat je dat... Nou ja. Nee. We zijn hier iets heel positiefs, hoor. Het was iets met je voel. Het was positief hoor, Rick. Nee, ik dacht dat hij het 1 miljoen had gehad. Ja. En dat we hem toen al gingen verrassen. Ja, ja. Met die hoe we toen uitzagen in filmpjes. Dat we toen op ons knap stonden. Toen zagen we er wel iets anders uit. Ik merk het gelijk. Ik heb het nodig. Maar toen was ik bijna blind gewoon door die party popper, hè? Weet je dat nog? Dat was wel mijn fout, ja. Ja. Jij hebt mij bijna blind gemaakt, hè? Ik was zo. Oké, jongens, let op. Ja, hij staat aan. Hij staat aan, wat lekker zo. Goed kijken, hè. Hey, wat gezellig, jongens. Een lekker vuurkorfje. Nou, dit is echt top. Hey, Jade, kijk eens. Ja, ik heb hem zelf net ook aangestoken. Nice, hè? Niet goed? Nee, hij brandde niet, maar nu wel. Zo, en niet zo'n klein beetje ook. Hallo, hé. En weer lekker terug in onze kamer. Kijk eens, helemaal mooi schoongemaakt. Ja, dus even hard aan het werken met de vlog. Lekker. Goed bezig, schat. Trots op jou. Ja. En we hebben een lekker nieuw dekbed. Hé, bed verschoond. Plons er eens op. 3, 2, 1. Hop, bam. Het is tijd om lekker te gaan slapen, jongens en meiden. Ik lig heerlijk in een verschoond bed. Het is echt zo'n fijn gevoel om in een verschoond bed te liggen altijd. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Morgen om 6:30 is er weer een nieuwe vlog online. Er zou eigenlijk deze avond in de vlog trouwens wat leuks gebeuren. Met betrekking tot het feest van Melanie en mij op 24 september. Of ergens die data. Ik weet niet precies wat het wordt. We zouden achter iets komen. Er zou iets bekendgemaakt worden. Maar het is nog even uitgesteld tot morgen of overmorgen. Dus misschien dat het in de vlog van morgen komt. Gaat in ieder geval super leuk worden. En dan gaan jullie het allemaal zien. Want Jade is helemaal bezig met een plan. Ze zit nu naast het bed. Maar ik wil jullie dus nogmaals heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Tot morgen bij weer een nieuwe vlog. En dan zeg ik nu... La! Yeah.